Truc is om de euro precies op het bierflesje zo te laten balanceren. 100 euro als het maar gast. Laat mij heel even. Ja, er zitten dus hier twee gasten aan tafel. Die zijn bij ons komen staan. Ze gaan gewoon niet weg. Maakt niet uit hoe aardig, hoe onaardig je het vraagt, ze gaan gewoon niet weg. Hey, jongens, wat doe je op het moment dat er gewoon twee gasten aan je tafel komen staan en die gewoon niet weggaan? Moet oppassen, straks gaan ze een YouTube kanaal promoten. Oh ja. Hey, Sint-Peters. Nou ja, jongens, ik vond het echt super gezellig, maar wil je alsjeblieft oprotten? Ja, we gaan weg. Nee, het was gezellig. Wil je alsjeblieft oprotten? Dat zeg ik dan altijd tegen me. Wat? Hey, hoor je dat? Nee, ik luister hier toch niet naar. Er zijn gewoon vier mensen aan het vloggen. Ik hoor daar wat. Ik hoor iemand. Wat zegt hij? Hoor ik daar met privacy? Oh ja, helemaal weg. Wat is het nou weer? Ik voel zijn cammy mee. Wil je alsjeblieft optieven? Ik zou voor je optieven, man. Ik zou het doen, man. Misschien als we het netjes proberen. Ja, oké. Vraag het even netjes. Jongens, willen jullie alsjeblieft weggaan? Ja, we gaan weg. We gaan weg. We gaan nu weg, sorry. Oké, maar wil je alsjeblieft? Ja. Blijf ja. Gewoon staan, helemaal. Haal ze in nu! Niet straks, gewoon nu. We hebben het netjes geprobeerd, we hebben het onbeschoft geprobeerd. Neem ze mee. Alsjeblieft, neem ze mee. Ja, neem ze gezellig mee. Jongens, later. Doei. Doeg. Ik vind het wel jammer dat ze weg zijn gegaan. Ja, ik ook. Een levensvraagje. Bestaat de kerstman? Ik ben er voor 99% overtuigd dat hij bestaat. 100% dat hij niet bestaat. Het is zo leuk dat Jart eigenlijk nog gewoon een 6-jarig jongetje is. Dat hij bestaat. Maar bestaat de kerstman? Nee! Natuurlijk bestaat de kerstman. Oké, okay, kom met feiten waarom die niet bestaat. Waarom bestaat de kerstman? Oh, hier is het kleinste kerstvrouwtje. Gezellig. Je krijgt cadeautjes. Dit is de kerstvrouw. Jart, you were right. Kerstvrouwtje. Ik heb mooie pakketjes meegenomen. Ja, ik heb zeker hele mooie pakketjes meegenomen. Quinten, pak het rustig uit. Eleganza. Ik ben letterlijk gisteren naar de kapper geweest. Wat moet ik hiermee? Kom je nou uit Artes vandaan of niet? Want het is wel erg donker borsthaar wat je hebt. Ja, dat kriebelt wel. Ik heb voor jou ook iets heel leuks. Heb jij mijn baan gegeven? Een microfoon, wat leuk! Voor mijn beatbox talenten. Ik heb vernomen dat je niet kan vingeren. Wat? Wat moet je hiermee? Bam, 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 bam. Ja, dan heb ik er nog één. Jart, ik denk als ik je dit ga geven, dat het voor jou wel duidelijker wordt. Nieuw hart. Oh, bedankt. Oh. Het is een frikandel speciaal. Ik heb een soort van frikandellen fetish ontwikkeld. Waarom heeft hij frikandel gegeven? Ik krijg berichten door dat je vriendin niet goed kan pijpen. Dus ja, ik dacht frikandel speciaal. Huh? Wat hoor ik? Hè? Kerstmuziek? 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 Oh! Kerstmuziek! Ik ben op mijn oude basisschool. Fucking raar. Deze basisschool gaat sluiten. Vandaag is eigenlijk de laatste dag dat hier kinderen zijn. Dus ik heb 2,5 uur gereden om hier te kunnen zijn. En er is er helemaal niemand. Kutzooi! Ik ga hier even wat foto's maken met de leerlingen. Janken, jongen, niet normaal. Oh, wat? Hallo! Hallo! Kom ik ook op YouTube? Als je heel grappig bent, kom je op YouTube. Hoe noem je een poffertje met veel geluk? Weet ik niet. Een poffertje. Ik ben helemaal uit Amsterdam hier naartoe gekomen. Steek deze dame haar vinger op. Wat zei ze? Ik ken jou helemaal niet. Jongen. Nou, ik voel me helemaal welkom hier. Mag ik ook op de foto? Oké, moet je eerst deze vraag goed beantwoorden. Hoeveel uiers heeft een koe? 4. Kijk eens wat ik hier vind. Deze is van jou. Ja. En deze etui, die is van? Jou? Ja. Het is soms heel moeilijk om nee te zeggen omdat je iemand niet wil teleurstellen. Ik wil nog even één applausje voor hun. Applausje. Mag ik ook kiezen met wie ik in de klas kom? Ja. Ja? Niet met mij. Nee. Nou, ik heb de afgelopen tijd in de reacties gezien dat bepaalde mensen echt totaal niet willen dat ik weer video's met Guy ga maken. Het is ook helemaal geen dingetje of zo. Wij gaan Kelvin op keuken stampen en ze petten afpakken. Quinten, je gaat getuige zijn van een historisch moment. Pols lul, maar dan in 4K. Nee. Ik heb dus net een COVID-19 test gedaan. Ik kan het zien hier ook. Er is wat bloed afgenomen. Dat gaat naar het laboratorium. Volgende week hoor ik dus of ik ooit corona gehad heb. En de uitslag is binnen. COVID Kelvin. Zo heet de mail. Heb ik het Quarantine Day virus gehad? Oeh. De uitslag is negatief. Hey!
I'm a healthy man! Je hebt het niet gehad. Is dat goed? Nu kan je hem nog krijgen. De uitslag is negatief. Het betekent dat je het COVID-19 waarschijnlijk niet hebt doorgemaakt. Waarschijnlijk. Wat een vage shit. Dus ik zou het nog gehad kunnen hebben. Waarom heb ik deze test gedaan? 100 euro. Ik weet letterlijk nu niks. Oh, hey, muis! Dat is gewoon een echte muis. Het chillt hier gewoon. Paul heeft weer een nieuw goocheltruc. Nou, dit keer geen goocheltruc. Het is meer een bar trick. Daar kun je dus ook geld aan verdienen. Je hebt hier een veeltje en jouw bierflesje en een euro. De truc is om de euro precies op het bierflesje zo te laten balanceren. Maar dat mag maar met één snelle beweging. Dus het mag alleen zo met één beweging. Je mag dus niet zo heel rustig aan doen. Dat mag niet. Maar met twee vingers pakken. Je mag het glas niet aanraken en het muntje niet. En dat mag in één keer. Was het? Dus jij kan dit? Ja, ik kan dit in één keer. Maar ik ga het niet en doen. Dan gewoon... nee. Ik kan het achter elkaar. Nee, je bent aan het schiemen. Schiemen Quinten. Hij probeert altijd te schiemen. Laat jou proberen. Niet op de ster, hij moet echt in het midden. Jongens, om het nog mooier te maken. Je krijgt 5. Oh, nu ga je. Nee, hij was er zeker van. Helemaal kapot slopen, man. Helemaal kapot slopen. Quinten wordt helemaal agressief als er geld bij komt. Oh, die was zo close. Quinten. Nog 5. Oh. 100 euro. Als het fucking geld kan je raken. Dan komt hij meteen. Ik heb hem bijna. Ik heb hem bijna. Laat mij dit doen. Kijk jongen, wat de fuck doe je? Wat loop je te lachen? Nee! I'm at the Reaper, now I'm one big sleeper. Doet echt nul pijn. Ja, dat is echt vet. Hey, bedankt suikerglas.nl. Zoveel scherven. Scherven brengen geluk. Letterlijk in je lens, een scherf.